Er is nog iemand die jou ook nog iets wil zeggen. Ben je klaar? Ja, ik kan niet anders dan ja zeggen, hè? Ja. Peter van de Verre. Oei, is het echt? Peter van de Verre. Goedenavond. Oh, goedenavond. Zo'n droogjes afscheid nemen. Oh. Dag, ik lig hier op dit moment ongeveer half naakt in mijn ochtenduitslaapbed. Ja. En ik ben aan het genieten van de radio op dit moment, omdat... Het is heel straf zo. Het lijkt wel een beetje alsof je 65 jaar geworden bent en de wereld u naar uw pensioen draagt. Maar het belangrijke is, en dat klopt op dit moment zo hard, radio is emotie. En doe ik daar heel graag een schepje bovenop. Want het is echt, en ik meen dat, ongelooflijk om te zien hoe de luisteraar jou vanaf dag 1 in zijn en haar hart gesloten heeft. En dat komt omdat jij, Anne van Elzen, bent als M&M zijnde authentiek en ontzettend echt. Als jij vindt dat Dave zaagt, dan zegt je hem dat ook. En dat heeft een luisteraar graag. Echt waar, ze geloven jou. Dat is zo belangrijk. Ja. Ik zou nog uren kunnen doorgaan met te zeggen dat wij van M&M je enorm gaan missen. En er zijn mensen in de buurt die nog veel meer woorden zullen gebruiken daarvoor. Ik heb een eenvoudig regeltje en ik meen dat uit het diepste van mijn hart en mijn grote teen. Van Elzen aan... Ik ben uw grootste fan. Oh, en ik zie één ding. En ik zie u daar gewoon heel dead naakt liggen. Op uw matje. Maar een, ja. Ik weet ook dat er heel goed uitziet. Dus dank je wel, Peter. Ja, voorgetwijd zeg je nog dat je toekomstige vader van uw kind bent, maar uw vent staat in de buurt. Dus laten we het daar niet over hebben. Nee, voilà. Zeg maar, ik wil ook vooral tonen dat M&M jou graag ziet. Daarom, ik weet dat Gunther de Fixte daar ergens in de buurt is. Ja, hier, vlakbij. Die is een specialist in deuren openen. Dus kijk even naar de studiodeur, Anne van Elzen. Ach, jongens, toch? Die is dicht, als ik me niet vergis. Oh, maar fijn is dat. Heel M&M komt hier binnen. Goh, iedereen is erbij, alle M&M'ers. Oh, man. Caroline, Lieselot, Annemie, de Rino, de Robin, ons Greet. Iedereen is erbij. Ons Elke, de Peter zelf. Man. Anneke? Ik kan het even niet meer plaatsen, sorry. Echt, mag ik bij u op de mat komen liggen, Peter? Ja, graag. Voilà. En hier is zo'n soort machine. Of wat is dat? Ik dacht even dat het al... zo met de beugels en zo, maar dat is niet, hè? Anneke, om jou helemaal te laten relaxeren. Dat is een shiatsu-stoel. Zeg, dit is gewoon te veel, te dit, maar zo lief. Jij gaat zo meteen van kop tot teen in elke vezel kennis maken. Niet met laxering, met laxatie, maar met relaxatie. Met de groeten van de Verre zelf. Oh, dankjewel. Jongens, hoe kan ik jullie ooit terug bedanken? Met een tweede kind misschien. Ja. En dat gaan Peter en ik niet komen maken. Goed, Peter, nog een heel mooi weekend, man. Ja, graag gedaan. En bedankt heel veel plezier daarbij. Voor zoveel mooie woorden. Salukes, man. Salukes. Goed, Mannix, laat jullie nog eens allemaal horen voor Anneke. Voilà, wij gaan naar Brian. En Anne gaat naar de shiatsu-stoel. Want moet hier dringend gemasseerd worden. Brahim, and so into you.